Hoi Schorpioen, dit is de maandelijkse reading van juli 2019. Ik heb de kaart al gelegd, ik ga gelijk beginnen met de reading. Nou, je had het helemaal voor elkaar, je gezin, alles bij elkaar, geld, gezin, heel groot gezin. Maar er is een bedrog gekomen in het gezin. Je weet niet wat je moest doen. Je wacht het allemaal af. Je houdt aan bepaalde dingen vast. Maar je gaat weer voor jezelf opkomen. In de nabije toekomst zal je weer gestoken worden in je rug door bepaalde personen. Je houdt heel veel van je geliefde. Je komt in je kracht te staan in je omgeving. Soms weet je even niet meer wat je moet doen. Maar dat gaat een positieve draai geven aan bepaalde situaties. En je zal weer in balans komen in je emoties. Je houdt je vast aan het verleden. Je voelt je ook alleen. Je gaat deelnemen aan bepaalde dingen. Luiheid, dat betekent ook dat je de dingen niet wil doorbreken. Je hebt daar geen zin in. Maar toch ga je iets ondernemen zonder er angst voor te hebben. Contemplatie en meditatie. Trek jezelf een poosje terug om te mediteren over wat je werkelijk wil. Ga lekker mediteren, neem je rust. Je hebt dat nodig op dit moment. Annuleren, verwijderen, schrappen. Maak alleen gebruik van positieve woorden en gedachten, want zij zullen zich razendsnel manifesteren. Vraag de engelen om effecten van negatieve gedachten uit het verleden te verwijderen. Dus denk meer positief. Laat al het negatieve varen en laat Aarsengel Michael je daarbij helpen. Om de koorden te verwijderen. En vraag aan Aarsengel Raphaël om daar waar de koorden gesneden zijn, om dat te helen. Sorry hoor. Volgens mij heb ik iemand geheeld. Dus vandaar dat ik even uit ging blazen. Vegetariër en veganist. Vers fruit en vers groente geven je een heleboel krachtige levensenergie. Die je spirituele frequentie zal verhogen. Dus eet meer fruit, eet meer groente. Dat gaat je spiritualiteit verhogen. Want je helderziendheid komt naar voren. Vertrouw op wat je zowel met je innerlijke oog als met fysieke oog ziet. Want je spirituele inzicht is je behulpzaam bij het heden. Bij het helen, het lesgeven en het begeleiden van andere mensen. Dus je helderziendheid helpt je bij het lesgeven. En als je meer groente en fruit eet, zal je helderziendheid nog meer helderder worden. Heb vertrouwen. Vertrouw op jouw geloof in de situatie. Ja, de situatie waar je nu verkeert, wat misschien met je gezin te maken heeft. Vertrouw op dat alles gewoon goed komt. Denk het positieve. Denk gewoon dat het allemaal goed is. Dan zal het ook het positieve naar je toe komen. Kuan Yin. Zorg en liefde. Kies voor liefde. Doe wat goed is voor iedereen. En help iedereen. Ja? Dus zorg en liefde. Kies liefde. Doe wat goed is voor iedereen. En help ermee. Help iedereen daarmee. Mijn vader geeft je het ware brood uit de hemel. Jezus zegt, als je mij vraagt,
Dan zal je het juiste antwoord krijgen. En de juiste dingen die goed voor jou bedoeld is. Ja, dus vraag alsjeblieft aan Jezus of aan het universum wat jij wil. Aan je spirituality, wat je nodig hebt. Pas je lijf weer op. En in de zuivere patroon van elkaars ziel vind je innerlijke vrede. Je wordt geliefkoosd door elkaars liefde. Wat leidt tot oneindige zegen. Leg elkaar geen beperkingen op. Wortel je stevig in elkaars aarde. Maar zorg voor genoeg ruimte, zodat je takken vrij kunnen bewegen. En ieder van jullie kan dansen op het lied van je eigen geest. Dat is deze kaart. Dat betekent ook dat liefde, met liefde kom je verder. Niet door elkaar dingen op te leggen. Door dingen te zeggen om wat je wel en niet moet doen. Maar door liefde te geven zal je meer bereiken. Het is de kaart van de gezondheid. Dit is een moment om u te richten op uw gezondheid. U hebt al een tijd uw leven in een hoog tempo geleefd. En het zou verstandig zijn om een pauze te nemen en er zelf toe te staan om te ontspannen en herstellen. Wees dankbaar voor de gezondheid van uw lichaam en geest en denk eraan om uw gezondheid de komende maanden een hoge prioriteit te geven. Dus let op je gezondheid. Vooral in deze situatie, het doet wat met je. Je zit ervoor met stress. Probeer die meditatie te doen en heb vertrouwen, positief denken. Laat al negatief los. Hou je niet vast aan het verleden. Ja, doe lekker leuke dingen ook, zodat je even wat ontspannen wordt. En alles gaat zal een positieve draai vinden. Je gaat weer emotioneel, ga je wel weer in balans komen. Ja, kies liefde, doe wat goed is voor iedereen en help de ander ook. En vraag het universum als je hulp nodig hebt. Je kan dingen niet afdwingen, maar door liefde bereik je meer. Ja? Nou, ik hoop dat ik je hiermee een beetje geholpen heb. Goede inzichten en adviezen heb kunnen geven. Like me, abonneer. Als je een persoonlijke consult wil, kan je me bereiken bij topconsulent onder naam Radha, box nummer 327. Ik ben maandag, woensdag en vrijdag beschikbaar van 7 tot 9. Je kan me bij Facebookpagina Medium Radha kan je persoonlijke reading krijgen en een chatconsult krijgen via de Messenger. Ik hoop dat deze reading met je geresoneerd heeft. Laat me alsjeblieft weten, ja? Nou, tot de volgende maand. Doei doei!